Voor melkveehouder Sietse Henk Heitema uit het Friese Koudum is deze week een droom in vervulling gegaan. Ja, ik heb een prijs gewonnen, varken van het jaar 2018. En dat is een hele eer. Voor mijn hobby ben ik met de varkerij bezig. Je levert wat ziertjes af, je vakt wat hoge vaaskalveren. Je hebt wat showkoeien. En ook nog koeien die goed presteren. Als dat gewaardeerd wordt door andere mensen, dat is juist geweldig. Daar droom je van, dat je zo'n prijs mag winnen. Op de keuring, regionale keuring hier, heb ik weer leuk meegedaan. We hebben wat prijzen gewonnen. Er zijn de afgelopen jaren een stuk of 4 stieren naar de kei gegaan. Vaarskalf heb ik verkocht. Voor mij is dat een goed jaar. Op alle fronten. Dit zijn nou de ideale koeien waar ik graag mee werk. Dat zijn koeien die doen het in de melk al goed. Ze zijn mee naar de keuring geweest. En ik kan er ook nog embryo's uit verkopen. Deze koe, dat is de Mighty PP. Die heeft een broer die staat bij Kai Kampen, Europol. Die is dat Molenkamp Anki 4. Dat is denk ik zo'n beetje de ideale koe momenteel van Nederland. Die zit gewoon 96.000 liter en 90 punten. Produceert super. Kan op keuringen meekomen. Dat soort koeien, daar werk ik graag mee. Hoornloosheid, dat is vooral waar ik mee bezig ben. Dat is denk ik mijn sterkste kant hier. Al die stieren die nu doorkomen, dat zijn ook hoornloze stieren. En die pinken die ik nou spoelde, dat zijn meestal ook de hoornloze pinken. Daar vanuit Duitsland komt veel interesse. Daar rolt steeds weer een hoog uit. Dus gaat best met de vakkerij.